Om het volledige Office pakket te downloaden op je eigen computer, ga je eerst naar Smart School en ga je gewoon aanmelden. Daarna ga je op de homepage een beetje naar onder scrollen en zie je links staan Download Microsoft Office. Je klikt gewoon op de twee blauwe woorden en er opent een nieuw tabblad. Bij mij staat mijn mailadres er al in. Als dat bij jou nog niet het geval is, dan moet je gewoon je voornaam punt je achternaam doen. @office.babotaniek.be. Vergeet het woordje office zeker niet, anders gaat het niet werken. Daarna moet je je wachtwoord ingeven. Dat is niet per se het wachtwoord van je Smart School account. Dat is gewoon het wachtwoord dat je ook gebruikt op de computers bij ons op school. Zo, daarna zie je hier rechts staan Office installeren. Je kan daarop klikken en gewoon op de eerste Office 365 apps klikken. En dan ga je zien, links onderaan begint die download gewoon meteen zelf. Wanneer je daarop klikt, ga je eerst toestemming moeten geven om deze apps te downloaden en te installeren. En daarna gaat alles eigenlijk vanzelf gebeuren en ga je gewoon nog een aantal stapjes moeten doorlopen, maar die wijzen zichzelf uit. Wanneer Office vraagt om je aan te melden, doe je dat het best met je mailadres van school, dat je daarnet ook hebt moeten invoeren, dus je voornaam, punt je achternaam. @office.babotaniek.be